De man die donderdag voor veel ophef zorgde in de binnenstad van Den Haag is opgepakt. Rond 5 uur werd het Binnenhof, het plein voor het Tweede Kamergebouw en de straten rond het Binnenhof ontruimd. Dit gebeurde nadat er telefonisch een bommelding was gedaan. Het team Explosieven en Veiligheid van de politie deed onderzoek. Uiteindelijk werd er niets gevonden. Een uur na de bommelding werd het afgezette gebied weer vrijgegeven. Degene die de bommelding deed is een 47-jarige man uit Alphen aan den Rijn. De gemeente Den Haag wil de overlast door overconcentratie van koffieshops in de Wijmerstraat en het Zeeheldenkwartier verminderen door de verplaatsing van koffieshops te vergemakkelijken. Burgemeester Jan van Sanen vindt het noodzakelijk om voor koffieshops een uitzondering te maken op het beleid voor bedrijventerreinen. Nu is een locatie geschikt als het bestemmingsplan op die plek horeca toestaat en er geen kinderrijke buurt in de nabije omgeving is. Het Haagse koffieshopbeleid heeft de afgelopen decennia geleid tot een kleinschalige en beheersbare branche. Midden jaren 90 ging het om ongeveer 150 koffieshops. Dit jaar zijn er nog 36 over. Bijna een jaar heeft er geen vlag in de top gehangen van de vuurtoren op Scheveningen. Voorheen werd standaard op speciale dagen een vlag gehezen, maar na de renovatie bleek vorig jaar op Koningsdag deze te ontbreken. Dankzij een groep betrokken Scheveningers keert de vlag binnenkort weer terug in de top van de vuurtoren. Zij vroegen een vergunning aan en hebben vrijwilligers beschikbaar die op tijd de vlag inhangen en weer weghalen.